Goedemiddag. De test die we gaan doen gaat zijn inderdaad met een pul die u gekregen hebt. In feite een wol in Kashmir. Je moet dus weten dat AEG de enigste droogkast is die op dit ogenblik natte wol kan drogen. Dit gaan we nu tonen met deze pul, die natte pul. En die gaan we straks vergelijken met in feite het proefmodel. Okay, dus deze vochtige pul stoppen we in de trommel. Doen de deur dicht. Heel gemakkelijk in gebruik. Selecteren het programma Wol. En start. Goed, het programma is nu afgelopen. We gaan kijken wat het resultaat is. De pul die halen we eruit, volledig droog. En we leggen die op onze referentiepul, een volledig nieuwe pul. En kijk, je ziet gelijk, alles is hetzelfde, geen krimpen. En de wol is zelfs iets beter dan het referentiemodel. Na de test was de trui perfect in orde. Hij is niet gekrompen, hij voelde heel zacht aan en hij voelde zelfs warm aan. En dat vind ik eigenlijk nog het meest positieve aan deze test, is dat je effectief een wollen trui in de droogkast kan doen, 1 uur 40 wachten en de trui is helemaal lekker warm. Er is geen verschil qua vorm, qua kleur. Gestoken iets beter aan dan de andere, ietsje. Ja,